De hoekschop voor Zultewaardigem. Misschien wel een eerste keer gevaar creëren in de derde minuut. Balbord verlengd. Vossen voor de lijn. Voor de lijn gekeerd door deze Ilić. En zo dus een eerste dreiging van de bezoekers op die corner. Bal prima doorgekopt. Koppen Humphries. Afvallende bal voor Kortrijk met Chevalier. Chevalier even wachten, dan meegeven met Selemani. Gaat er gezwind voorbij. En dan moet dit een goal zijn. Dan moet dit een goal zijn. 1 tegen 0. Palaversa brengt KV Kortrijk op voorsprong. Het is echt een copy-paste van tegen Anderlecht. Ze zaten niet geweldig in de wedstrijd. Maar kijk, na pakweg 20 minuten spelen, Palaversa. Nee, niks daarvan. Oh, het valt reuze mee. Het valt reuze mee en hij wijst naar de stip. Ongelukkig moment. En zo gaan we heel snel meteen al de kans krijgen. Of Bruno Vossen zegt van... Ja. Ah, dit is ongelukkig natuurlijk. Bruno is hem eigenlijk kwijt. En dan komt die Pardoes toch nog in balbezit in de Rijk. Ja, dat is grabbel, grabbel, grabbel. I don't move. Kom aan het Bruno, korte aanloop voor de gelijkmaker. En snoeihard binnengetrapt. Snoei, snoeihard. Niet te pakken voor Ilić. Zo dus zijn 17e van het seizoen. Scoort nu 6 wedstrijden op rij. Nog eens de strafschop. Nou, Ilić. En dan zijn we vertrokken voor deel 2 van deze derby. Waarvan ik de naam niet meer durf uit te spreken. Ja, gaat door. Hij gaat die scoren. Nee, daar was hij bijna. Heel vroeg in de tweede helft tegen zijn ex-club. Teddy mocht nog altijd op een doelpunt in zijn derde termijn bij de VK. Selemani. Selemani. En recht in de armen van Bostin gekopt. Ja, applaus terecht. Aardige bal. Sorry voor de Dompe. Doorschuiven van Chori. En de goal. De goal van Zultewaardigem. En dan springen ze hier allemaal omhoog in de eretribune. Veel meer volk dan normaal wordt toegelaten, denk ik. Hier zat het geweldig mee voor Zultewaardigem. Zeker wel. En dan Dompe. Die is goed bezig qua assist. En dan viel die bal perfect. Maar echt perfect voor Chori. Okansi, op links nu. Okansi dropt hem aan de tweede paal. Achteruit gelegd. En de redding van Bostin. Superbelangrijk save. Eindelijk nog eens een voldragen aanval van Kortrijk. Maar niet dus in doel verlengd. Ja, de Saar begon op links met Okansi. Kreeg alle tijd en ruimte.